Als u, dames en heren, beste kijkers, als u naar dit gebouw kijkt, dit was in 1958 het ziekenhuis van Lochem. Nu, als u nu kijkt, zijn het waarschijnlijk al oudere woningen. Het hele doortrek vanuit die hoek tot dat was het ziekenhuis van Lochem. Kijkers, we gaan straks gaan wij nog een rondje even doen naar oude gebouwen. En wie weet komen we nog heel bijzonders iets tegen. Maar voor eerst nemen we even een kopje koffie met een lekkere appelgebak. Om eventjes bij te komen van alle gebeurtenissen. Tot ziens, tot straks. Beste kijkers, wij staan hier op het plein in Lochem. Met een heel mooi oud gebouw. U ziet hier een heel oud gebouw. Met historisch en een hele oude kerk. En we gaan straks even kijken hoe het van binnen eruit ziet. Met informatie kunt u zo meteen van ons vinden. Het kanon van Lochem. Een eeuwenoude traditie waar vroeger veel werd mee geschoten. In dit kanon werd ik veel mee geplaagd als kind zijnde. Want dan kwamen met ouders kwamen hier voorbij en dan zei mijn broertje altijd: kijk, daar is Jan omgeboren. En wie begon er weer te janken? Ja, dat was ik. Dus daarom heb ik eigenlijk een stukje niet zo leuke herinneringen. Maar ach, in 2020 is het toch netjes neergezet en is toch weer al goed gekomen. Kijk, we zijn hier eventjes bij het hart van Lochem, bij de B&B in lunchroom. En we zijn net de tijd om iets lekkers te gaan eten. Ik heb zelf genoeg gebakken aardappeltjes met mayonaise en bitterballetjes. En Dominique heeft een lekker harde broodje met iets lekkers erbij. Voor nu gaan we eerst even lekker eten. Tot straks. Na een lange dag sluiten wij vandaag af met een kijkje Lochem. De tijd heeft natuurlijk heel iets stilgestaan. We zijn ver vooruit gegaan. Alleen de binnenstad, mooie oude gebouwen, mooie dingen, is altijd nog blijven bestaan. Laten we daar maar eens zuinig op zijn. Ook de natuur die er is, laten we daar zuinig op zijn. Maar ook het veel toerisme trekt zich aan. We hebben veel gezien, mooi weer bij gehad, veel bekeken. En natuurlijk mijn geboortehuis. Wat na bijna 62 jaar toch nog altijd staat zoals het was. Ik ben vriendelijk bedankt voor uw medewerking en kijk. En misschien zien we volgende terug bij de volgende YouTube-kanaal van Dominique Foto's. Dank u wel.